Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn veel producten zien van september en oktober. Ik heb het bakje erbij gepakt, er zit niet heel veel in en dat is natuurlijk altijd een groot pluspunt. Maar er zaten toch een aantal producten in die ik jullie wel wil laten zien, omdat ze toch helaas niet zo goed bevielen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn veel producten van september en oktober, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een product uit de Live Life Coral collectie van Essence. Dit was een trendeditie en dit is het lipmasker. Die heeft de naam, had hij een naam gekregen eigenlijk, weet ik helemaal niet. 01 Coralicious Vibes heeft hij. Dat is dit lipmasker. Hij ziet er nog steeds echt prachtig uit. Ik vind hem nog steeds heel erg mooi om te zien. Vooral met die mooie overloop. Maar ik vond hem helaas niet fijn. Hij ruikt ook heel erg naar mint. Kijk, zo ziet de binnenkant eruit. Het probleem met dit lipmasker is, je krijgt het product er gewoon niet uit. Er staat bij dat als je dit op je vinger smeert, of dat je als je vinger erin doopt, dat je dan eigenlijk dat de textuur, omdat door je vingerwarmte smelt, waardoor je het aan kunt brengen. Maar dat gebeurt dus niet. Dus ik kan echt letterlijk niks van het lipmasker aanbrengen op mijn, lippen. Vandaar dat ik hem gewoon niet duidelijk genoeg heb kunnen testen, omdat er gewoon echt niks uitkomt. Misschien dat ik iets verkeerd doe, maar ik heb het een aantal keer geprobeerd en het is me niet gelukt. Ja, daarom heb ik hem toch maar bij de niet fijne producten gedaan, want de textuur smelt gewoon niet, wat wel beloofd wordt. Ook uit die collectie heb ik de lipgloss met de naam 01 Sun Rising Reef gekregen. Het is een shiny lipgloss die wel verzorgt, maar hij zou ook een licht ombre effect hebben. En die zag ik dus niet. Het is gewoon een transparante lipgloss, waar op zich niks mis mee is. Maar omdat er echt werd geschreven, ja, er zit een ombre effect in. Kijk, dit is de opening. Die zag ik dus niet. En ja, omdat ze dat beloofde, dan denk ik, ja, dan maak je je belofte niet waar en vind ik hem niet zo fijn. Kijk, ik vind het gewoon prima dat hij transparant is, maar beloof dan geen ombre effect. Want daar verwacht ik dan wat van. Kijk, ik heb hem even geswatcht. Je ziet gewoon duidelijk dat hij transparant is. En nogmaals, daar is niks mis mee. Maar omdat er een ombre effect beloofd werd, ja, werd ik daar niet zo heel erg enthousiast van. En had ik daar meer van verwacht. Als lipgloss ga ik hem wel gewoon gebruiken. Hij is verder prima, maar juist vanwege die belofte die dan niet nakomt, dan denk ik van ja, dan ga ik je niet als favoriet bestempelen, want dat viel gewoon heel erg tegen. Ik zie wel dat er heel veel lipproducten in zitten. Dan heb ik ook een product uit de In de Bloom Light collectie van Essence. Was ook een trendeditie. Dit is de Duo Oogschaduw. En ik probeer even de naam te lezen, maar die ga ik even in beeld voor jullie neerzetten, want die kan ik niet vinden. Het is een dubbele oogschaduw. Kijk, het is een creamy oogschaduw, liquid oogschaduw, die aan twee kanten dus oogschaduw bevat. Je hebt aan één kant een hele mooie shimmer, zeg maar. Het ziet er zo uit. Ik ga ze even swatchen. En die vond ik er echt wel heel erg mooi uitzien, maar je hebt ook deze kant. Kijk, en dat is een beetje een matte, of eigenlijk mat gewoon, zeg maar. Op zich niks mis mee, maar kijk, zo ziet het eruit. Het ziet er wel heel erg mooi uit. Het probleem met die oogschaduw is, hij gaat heel erg griezen. Dus je krijgt heel erg, als je hem aanbrengt, gaat hij heel erg in de lijntjes lopen. En dat vond ik niet zo fijn. Terwijl ik de kleuren wel heel mooi vond. Maar vooral omdat hij zo in de lijntjes ging lopen, ja, dat wil je gewoon niet. Want dat geeft geen mooi effect. Daarom vond ik hem helaas niet fijn. En ja, dat is wel jammer, want ik vind de kleuren wel echt heel erg mooi. Dan heb ik twee Plump It Up Lip Boosters van Catrice. En hier zit menthol in. En daar zou je lippen van gaan plumpen. Ik heb allereerst de kleur 080 Overdose to Condefense. Dat is deze kleur. En dan heb ik de 050...
Good Vibrations. En dat is deze. Het zijn dus lipboosters die je lippen een plumping effect zouden geven. Ze hebben ook zo'n XXL applicator. Kijk, ziet er dan zo uit. Er komt, die mentholgeur die ruik je ook niet. Want ze ruiken best wel aangenaam. Maar het doet ook niks voor je lippen. Ze krijgen hier geen plump effect van. En dan denk ik, ja, als je dat belooft, zo'n plumping effect, dan is het ook wel leuk als je daar iets van terugziet. En dat gebeurde gewoon niet. De kleuren zijn verder wel heel mooi, dus je kunt ze prima als een gewone lipgloss dragen. Kijk, als je ze zo naast elkaar zwart, vind ik de kleuren best wel op elkaar lijken. Dit is die lichtere, dit is die donkere kleur. Maar ik vind ze best wel wat van elkaar weg hebben. Maar het plumpt niet. Ik kan die menthol ook niet terugvinden. Dus er gebeurt eigenlijk niks met je lippen. En dat vind ik dan toch wel jammer. Vooral als je dat plumping effect belooft. Dan denk ik, het zou het ook wel leuk zijn als je dat waar maakt. En dat gebeurde niet. Dus daarom vond ik het een beetje een tegenvaller. Ook heb ik van Kruidvat de Sunny Side Up Matte Liquid Bronzer. Het is een moisturizing bronzer. Heeft hij een naam gekregen? Kleurnaam 010 Matte. Het is deze in zo'n potje met zo'n pipetje. Kijk. Maar hij is te licht voor mij. En dat zou je niet verwachten. Want kijk, ik heb hem geswatcht. Dit is de swatch. Als ik dit aanbreng op mijn gezicht, je veegt hem weg. Je ziet hem gewoon niet meer terug. En als je hem al ziet, wordt hij heel vlekkerig. Dus je kunt hem ook niet heel erg mooi blenden. En als je hem dan helemaal gaat blenden, dan of de kleur verdwijnt of hij gaat vlekken. Dus ja, dat is niet echt fantastisch. Dat is niet iets waar je blij van wordt. Dus nee, daarom vond ik hem niet zo fijn. En ook, je ziet bij mij die kleur gewoon niet zo intens als wat ik normaal mooi vind. En hij vlekt dus uit of verdwijnt helemaal. Daarom vond ik hem helaas toch niet zo fijn. Wel heel jammer, want ik hou op zich wel weer meer van de liquid producten. Maar deze die deed het gewoon niet. Het laatste product wat ik heb komt uit de Catrice Poolside of Life collectie. En dit zijn ook Bee Paste Lip Oils. En ik heb allereerst hier een groene kleur. Met de naam 01 Under Palm Trees. Dan heb ik hier de 02 Summer Kiss. Die is oranje. En de 03 Keep It Blue. En die is dus blauw. Ze hebben allereerst al een applicator waar je niet echt heel fantastisch van wordt. Want het is hard. Het beweegt ook niet mee. En dan zal ik ze even swatchen. Maar het zijn die geuren die niet echt aangenaam zijn. Het zijn de niet aangename geuren. Ze hebben zo'n intense geur waar ik gewoon niet blij van word. Ik vond het ook gewoon daarom niet fijn aanvoelen op mijn lippen. Omdat je dus, als je dit aanbrengt, heb je gewoon die geur op je lippen zitten. En dan in combinatie met die applicator die niet fijn is. Ik heb ze geswatcht. Je ziet ze op zich mooi terug. Maar ja, weet je, die geur die eraan zit is gewoon verschrikkelijk. En ik vind het fijn om dit soort producten aan te brengen voordat ik ga slapen. Maar ik rook ook helemaal die geur in mijn neus. Ik dacht, dat is echt vreselijk. Dus daar werd ik helaas ook niet blij van. Dus nee, deze drie die vond ik ook niet fijn. Dus ja, helaas. Dan waren dit alweer mijn veel producten van september in oktober. Zoals ik al zei, het was niet heel veel, wat op zich wel heel fijn is. Maar ja, er zitten toch altijd wel weer producten bij die helaas toch tegenvallen. Ik ben benieuwd of jij als een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je mijn mening deelt. Kijk, er zitten een paar limited editie producten bij. Die zijn helaas ook niet meer te koop. Misschien nog online. Dus ik ben wel eens benieuwd of je naar aanleiding van deze video toch de producten die ik heb laten zien nog eventueel zou willen proberen. Maar in ieder geval, mij bevielen ze niet. En ja, ik hoop eigenlijk altijd met dit soort video's mensen ook een beetje voor een miskoop te kunnen behoeden als het niet fijn is. Maar goed, het blijft altijd een eigen keuze of je het eventueel zelf nog zou willen proberen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!